Van morgen in Café Tinto gaan we het hebben over survivaltochten. Hoe vaders en zoons samen op pad gaan en een avontuur beleven. Cor Verkade, hij is te gast. Ik geef de koffie even door, alsjeblieft, voor Cor. Cor Verkade gaat het hebben over ISIS, de nieuwe Al-Qaeda, zeg maar. En over het leenstelsel. En quilten van bijzonder niveau, mag ik wel zeggen. Blijf kijken. Dit is Café Tinto, aflevering 532. Een bijzonder goedemorgen. Welkom bij Café Tinto. Het is aflevering 532 en dat is op zich best wel een bijzondere uitzending. Want het is mijn laatste gewone uitzending. Want morgen dan is er een uitzending waarin we terug gaan kijken op 3 jaar Café Tinto. En dan zal ik onder handen worden genomen door Rikeld Pastekamp. Dus we gaan samen achterom kijken naar wat mooie ontmoetingen die er zijn geweest in de afgelopen 3 jaar. Vandaag dus gewoon 3 gasten. En nou ja, wat heet gewoon? Het zijn wel bijzondere gasten. Rieteke Hogendoorn, zij heeft de kunst van het quilten ontdekt, toch? Ja hoor. Ja. Wat was de aanleiding? Hoe ben je er mee begonnen? Nou, dat was omdat ik eigenlijk altijd al creatief bezig was met lapjes. En ik naaide dus voor de kinderen thuis hun kleding. En toen ze wat groter werden, dan hoefde dat natuurlijk ook wat minder. En toen ben ik eigenlijk met een cursus voor het quilten in aanraking gekomen. Dat kwam toen eigenlijk net een beetje op gang in Nederland. Nu is het heel erg bekend. En zo ben ik er eigenlijk mee begonnen. Maar in de loop der jaren ben ik dat eigenlijk bijbelquilts gaan maken. Omdat ik iets van het geloof en de liefde van God daarin door wilde geven. Ja, maar nooit gedacht dat je dan vervolgens ook boekjes daarvan... Nee, nooit. Nee. En dat ik in opdracht zou werken en exposeren had ik nooit gedacht. Nee. Nee. Nou, je hebt een aantal doeken meegebracht. En daar gaan we straks over praten. Ja. Leuk. Cor, ja, we gaan het over een tweetal onderwerpen hebben. Het leenstelsel. Jij zegt hoera, kom maar op met het leenstelsel. Ja. Dat zegt niet iedereen. En ISIS. Voor veel mensen iets onbestemd nog. Ja. Over welke van die twee wil je nu iets zeggen? Heel kort. Ja, dat is heel erg moeilijk. Wil je iets vrolijk beginnen of minder vrolijk? Leenstelsel dan maar. Vrolijk. Gelukkig dat deze vreemde regering met twee merkwaardige componenten, een soort twee componentenlijn waarvan je spannend afvraagt hoe lang houdt dat vast, dat die twee tot iets besloten hebben van ik als conservatief en als christen zeg, goed zo, iets meer verantwoordelijk hebben de mensen zelf neerleggen. Dus leer de jeugd dat zij de verantwoordelijkheid van hun eigen toekomst zelf in handen hebben door te gaan lenen en dat op termijn terug te betalen. Had ik maar geld kunnen lenen voor mijn studie, maar helaas, ik kreeg het. En dat helaas. Vind ik jammer. Dat vind je echt helaas? Ja. Dus je hebt het daardoor misschien minder op waarde Precies, klopt. Klopt. Dan ga je toch meer denken dat het een automatisme is. Dan heb je minder door dat je zelf mee mag doen enzovoorts. En die omwenteling moeten wij in Nederland gaan maken, dat iedereen beseft wat Kennedy al zei. Vraag niet wat de overheid voor jou kan doen, maar vraag wat jij voor de maatschappij, voor de overheid kunt doen. En ik denk participatiesamenleving. Ja, en dan krijgen we een gezondere samenleving. En het is ook veel leuker 4, 5 jaar lang hard gestudeerd te hebben en daar zelf een financieel offer voor gebracht te hebben, dan dat het je aankomt waaien. Alles wat je aankomt waaien, behalve genade, leidt uiteindelijk tot luiigheid en tot murfheid en tot verzieking van de geesten. Ik hoor al gepruttel in de woonkamer. Sommigen denken, ja, die Cor Verkade kan makkelijk praten. We praten straks verder. Carol, ja. Jij bent een survival guru, mag ik het zo zeggen. Ja, jij neemt vaders en zonen op sleeptouw. Ja, ja. En je gaat met hen aan de slag. Waarom vaders en zonen? Omdat ik eigenlijk vind en zie dat het sowieso is het een hele leuke activiteit, deze voor die vader en zoon, om echt een moment samen te hebben met je zoon. En het is echt een doe-ding, dus je gaat samen echt lekker aan de slag. Dus veel vaders en zonen vinden het ontzettend leuk om daarmee gewoon zo in de Ardennen bezig te zijn. Ja. En mij gaat het ook wel om die onderlaag van hoe krijgen ze
meer verbinding als ze te weinig verbinding hebben, om het zo maar te zeggen. Dus of hoe kan dat verder rollen? Ik heb een leuke foto voor je. Ja, precies. Ik kijk, zie hem. Ja, ja, dit is een survival moment. Ja, precies. Moeten de jongens ook zeg maar, door de blubber en met pijl en boog? Niet met pijl en boog. Alhoewel, ja, er zit wel een pijl en boog opdracht. Maar er zit een idee achter. Wat wij doen is bijvoorbeeld met pijl en boog. Dan moet de jongen met zijn ogen dicht richten. En die vader die moet... Met de appel op het hoofd. Moet meepraten hoe die moet schieten. Nou, dat is dan weer net even iets te veel. Maar dus de vader die moet eigenlijk... Kijk, hoe luistert die jongen naar die vader? Dus die jongen die heeft een pijl en boog. En die vader die praat hem op het doel. En dan mag hij loslaten. En dan gaat het eigenlijk over dat contact van hoeveel vertrouwen heeft die zoon in zijn vader. Of wil hij het eigenlijk toch graag zelf doen? Ja, en vertrouw je op elkaar. Vertrouw je op elkaar. Hè? Dus dat is eigenlijk vaak die onderlaag die we proberen te raken. Van, hey, hoe ontstaat dat in het doen? Nou, wordt dat zichtbaar. Spannend. En bespreekbaar. Ja. Ja, dat is wat anders dan de meisjesmethode die je overal op alle scholen hebt. Want jongens worden veel te vrouwelijk opgevoed. Ik zou meer doen en bewegen in het onderwijs van harte aanbevelen. Ja. Ik denk dat we dan echte kerels moeten terug in het onderwijs. Heel graag, heel graag. Hoe meer mannen... Nou, niet hoe, moet in evenwicht zijn. Nee, okay, maar... Vrouwen bieden ook hun mooie dingen. Er wordt heel veel mooie dingen gedaan in het onderwijs. Ja. Rietke, mee eens? Meer mannen in het onderwijs? Nou, denk het wel, ja. De evenwicht is wel verzoek, ja. Nou, ik heb dan zelf een zoon in het onderwijs, dus maar hij is wel vaak een van de enige op school. Ja, ja, precies. Ja. Ja. En misschien moeten ze ook meer mannen dingen gaan doen in het onderwijs, waardoor het ook interessanter wordt voor mannen om daar... Ja, niet meer punniken en haken, maar... Precies. Ik wil, meer de hamer. Ik vind dat er ook heel veel goede dingen gebeuren, dus ik wil het niet afkappen van punniken en haken. Helder. Maar het is wel zo van, hey, als ze meer in de doekant meer mogen gaan doen, meer, dan wordt het ook voor mannen leuker. Ja. Als ik een middag lekker buiten met de jongens door het bos mag struinen en daar... Nou, allerlei dingen kunnen ontdekken, dan... Ja, dat is mooi. Ja, precies. Nou, praten we straks over verder. Nee, Cor, we moeten verder. Alle drie, hartelijk welkom in Café Tinto. Je had nog een mooie bijdrage, Cor. In de laatste golfoorlog bleek, dat zij de militaire leiding zegt... De jongens zijn te veel door vrouwen opgevoed op school. En dat merken zij aan de kwaliteit van soldaten. Nou, daar kan me er iets bij voorstellen, ja. Mm-hmm. Als je hebt leren richten met pijl en boog in je spel... dan ben je iets beter dan met een naald en draad. Goed, we gaan het hebben over het nieuws wat je raakt. Ook aan de gasten van vandaag is de vraag gesteld. Welk nieuws raakt je en waarom? Zal ik maar bij jou beginnen, Karel? Wat is het nieuws dat jou raakt? Ja, wat mij wel raakte, waar ik me ook wel een beetje... en ik denk wel veel mensen in Nederland, en zeker in Christen-Nederland, denk ik... mee bezig waren, is natuurlijk toch die vrouw die in Soedan gevangen zat, zeg maar... en die vrijgelaten is en dat hele proces. Ja. Ja, omdat je natuurlijk ook, denk ik, zelf je gezin hebt en je kinderen hebt... en dan voel je je daar ook al bij betrokken. En dat ze dan om het geloof vast zat en nou, de doodstraf boven het hoofd hing. Vind ik het heel... raakt het me eigenlijk, zeg maar, als ze dan merkt van... nou, dat ze uiteindelijk dan toch nog vrij gekomen is en dat afgewenteld is, om het zo maar te zeggen. Ja. Waarbij het ook wel weer spannend is van hoe gaat het nu verder, vind ik zelf. Van een vrouw die zo in het nieuws op deze manier... Precies. Ja. Van, toen hoe veilig is ze bericht nu? Hoorde, dacht ik van, is het waar? Precies, hè, dat, die spanning al van, hey, het is natuurlijk al eerder een keertje naar buiten gebracht... en dat het blijkbaar niet zo was. Ja. Dus dat was wel een stukje wat mij raakte. Ze is weer opgepakt. Ja, maar vanmorgen zag ik in een tweet voorbij dat ze weer vrij was. Dus precies. En dit schijnt dan wat meer over papieren kwestie te gaan, maar... om de grens over te komen. Dus... Ja, ik zag een tweet van Arie Slob. En dat, toen dacht ik, dan zal het vast waar zijn. En de krant is van gisteravond 11 uur, deadline. Dus laten we hopen en bidden dat het niet waar is. Ja, precies. Dus dat vond ik al... Cor, wat is jouw nieuws? Ja, het Nederlands Dagblad van vandaag. En dan niet over dat meisje, maar over het Frankrijk in de ban is van euthanasie. En ik vind euthanasie altijd een spannend thema. A, als jurist. B, als iemand die over politiek nadenkt. En C, omdat wij in Nederland als christenen daar een bepaalde krampachtigheid in het debat hebben gestopt met z'n allen. Wat onverstandig was, ook de christelijke partijen. Maar nu zie je weer hoe het anderszins kan ontaarden. Hier is een juridisch gevecht tussen de partner van de jongen die daar 6 in een coma ligt en zijn ouders. Partner wil dat de jongen geëuthaniseerd wordt, ouders willen absoluut niet. En hoe merkwaardig kan het leven lopen? Hoe gek zijn we als mensen bezig met het rekken van levens? Dat je als familie elkaar tegenkomt, niet bij de begrafenis... of niet bij de jaarlijkse verjaardagsviering van zijn jongen... maar dat je in de rechtbank aan het vechten bent... Ja, tegenover mag elkaar hij te staan, al dan niet dood, als het ware. Ja. En dat vind ik merkwaardig. Ik weet ook niet precies wat ik er inhoudelijk van vind. Als wel dat ik denk van jongens, dit soort idioterie krijgen we... als we
te veel met het leven instrumenteel bezig gaan, enerzijds. En ja, anderzijds als we te veel blijven rekken en trekken aan het leven. Want dit zou nooit plaats hebben gevonden 100 jaar geleden. Precies. Ja. En wij christenen zijn iets te krampachtig geweest daarin. En dat is, dus daar ben ik een zoektocht, zoals je al hoort. Waardoor je deze discussie zo krijgt. Ja, maar ja, waar ligt de grens dan? Hè? Ja. Wanneer is het te krampachtig? Ja, dus de glijdende schaal. Die dokters zijn geen beulen. En dat wordt toch een beetje in de SGP-hoek wel eens zo afgezet. Dat dokters beulen zijn, moet je op moet passen of je niet geëutaniseerd wordt. Het is makkelijker om je kat dood te krijgen dan je moeder, gelukkig. Maar daar zit een vergelijking, Cor. Nou, dat is natuurlijk het grappige. Dat dierenartsen heeft niemand problemen mee. Ja. Iedereen brengt, en mensen hebben wel problemen. Christenen hebben wel problemen. Als het om mensen gaat. Ik ook, hoor. Ja, precies. Er zit wel een andere dimensie in natuurlijk tussen mens en dieren. Maar dat we zo makkelijk accepteren van je hond, je kat breng je weg. En daar heeft niemand enig probleem mee. Dat ingrijp ik. Zie het verschil ook wel. Ja, precies. Dat zo. Maar veilig in Jezus' handen. Euthanasie is... Ik ervaar het wel eens andersom, Cor. Dat ik denk, ze hebben makkelijker afstand genomen van oma. Ja. En gaan dieper om hun kat nog een zevende, achtste, negende leven te gunnen. Ja. Nou, oma is natuurlijk lastig en oma's erfenis kan eraan komen. En oma kan last hebben. Dus dat is levensgevaarlijk bij het euthanasiedebat. Dat als gefinancierd. Je speelt natuurlijk gewoon veel meer. Allerlei andere precies. Factoren dus ik zie wel de moeilijkheid. Maar christen moeten niet krampachtig doen. En vervolgens gaan zoeken hoe we dat zo, dit probleem kunnen oplossen, als het ware. Oké. Okay. Nou. Dus kortom, we krijgen gekke juridische procedures staan ons te wachten. Ja, dat is helder. Ja. En wat is jouw nieuws, Rieteke? Ik heb nog een stukje uit de krant van maandag gehaald. Dat is een rubriek op het ogenblik in het ND 7x7. Dan gaan ze met iemand in gesprek. En dat was met, deze keer met dominee Paul Visser uit Amsterdam. En hij heeft dan jaren nu in de stad gewerkt als predikant. En daar heeft hij ook heel veel geleerd dat God ook anders werkt als dat wij wel eens binnen de kerkmuren denken en beleven. En dat ook heel veel verrijking is voor hem. En daar zie ik mezelf ook wel een beetje in terug. Sinds ik lezingen of presentaties mag geven over mijn Bijbelquilts. Ik ga overal heen waar ik gevraagd word. Ik zeg alleen wel, ik kom met mijn Bijbelquilts. Dus ik kom met de Bijbel, ik kom met God. En daar heb ik ook daar heel veel mee geleerd dat God heel breed werkt. En dat hij ook inderdaad een God is die gewoon via lapjes, zeg maar, zijn boodschap brengt. En dat vind ik zo ook heel bijzonder. Dus het is dan niet het stad en niet het ruige leven uit de stad. Maar ik heb daar wel heel veel mooie dingen mee meegemaakt. En dan eindigt hij van met Jezus' eigen gebed. Ik heb u verheerlijkt op de aarde en het werk voleindigd dat u mij had gegeven. En dat is ook echt mijn wens. God heeft mij in dit werk gebracht. Zo ervaar ik dat heel sterk. En ik merk ook dat hij daar heel veel mee doet. En dat is heel mooi. Ja. Een roeping. Ja, zeker. Ja, mooi. Ja. Als er nieuws is dat u raakt, waar u blij, boos of verdrietig van wordt en u wilt het graag met ons delen, stuur dan een mail naar cafetinto@family7.nl. Ik ga in gesprek met Karel Post en hij is vanwege zijn werk veel met jongeren bezig en hij is ook actief op het gebied van survivaltochten. En gaat dan met vaders en zonen op pad. En dat is een avontuur, kan ik je zeggen. Ja. Dat kunnen wij ons zo voor de geest halen. Met name voor de vaders en de zoons. Ja. Is het een avontuur. Ja. Maar jij ziet heel veel patronen waarschijnlijk steeds terugkomen. Dan denk je, oh ja, ik zie dat en dat gebeuren tussen vader en zoon. Ja. Ja, wat wij eigenlijk... die survival zien we toch wel wat meer als een soort... moet ik zeggen, een soort... activiteit waarbinnen het gebeurt. En we kijken eigenlijk naar andere patronen als dan alleen zeg maar van hey, hoeveel Survival kunnen mensen lopen of hoeveel kunnen ze aan de touw of hoe gaan ze door het touwparcours zeg maar in de bomen. Maar in feite kijken we heel erg van hey, hoe kunnen we de relatie ondersteunen en hoe kunnen we zorgen dat mensen wat dat betreft groeien in hun relatie en meer van elkaar gaan houden en meer voor elkaar gaan zorgen en daarin verdieping geven. Ja. En die vader-zoon survivals is niet zo dat het niet goed is of zo. Juist niet, die relatie. Ze komen niet in een soort therapie-sessie. Maar het is juist meer van, hey, ze vinden het leuk om zo aan de slag te gaan. En
mooi, dan mogen wij daar een bijdrage in leveren. En dan zien we ook hele mooie dingen gebeuren. Ja, ook kan de relatie nog beter worden. Ja, ja precies. Van zo'n tijd samen, 3 dagen samen met je zoon, door de natuur struinen en dingen doen en bezig zijn. Ja, dat is gewoon mooi. Ja. Tenminste, als je het leuk vindt. Hè. Er zijn ook vaders die zeggen, van ik vind het niet leuk, dan moet je het niet doen. Maar. De relatie tussen vader en zoon kun je heel goed maken. Hebben ze een goed gesprek? Nee, precies. En dat is ook iets wat erin zit, om het zo maar te zeggen. Wij proberen ook aan te geven van, hey, als je gesprekken moeilijk vindt met je zoon, geven we ook wat handvaten van, hey, probeer lekker in het doen, in het bezig zijn, daar in het gesprek aan te gaan. Sommige jongens vinden het niet leuk als ze recht tegenover elkaar zitten en dan allerlei ingewikkelde vragen stellen. Even van mijn zoon zei, pa, nu ga je toch geen interview met mij afnemen? Nee, ja, precies. Hou dat even op je werk, dat soort dingetjes. Maar hè, en anderen vinden het lekker heerlijk bij een kampvuurtje en samen in een vuur staren. En dan hebben ze ook echt een soort klein boekje bij zich met wat thema's waar ze het over kunnen hebben. Het gaat over seksualiteit, over bijbellezen, over gezagsrelaties, allemaal dat soort dingetjes. Hè. Dan even natuurlijk in de jongenstaal beschreven. Mm-hmm. En daar kunnen ze gebruik van maken, als ze dat leuk vinden. Dus van, hey, en de jongere is het uitgangspunt? De jongere is het uitgangspunt, zeg maar. Dus die vader, we ondersteunen die vader eigenlijk door. De jongens die komen bij ons, die zijn 12 tot 14, zeg maar, in die survivals. Dus vinden we ook net een beetje een omslagpunt in de opvoeding, zeg maar. Hè. Van, hey, dan komt toch meer het loslaten en zelf je weg worden, gaan zoeken en ervaren. Van, hey, je hebt heel veel kennis opgedaan en ideeën opgedaan. Maar nu moet je het dus toch zelf gaan ervaren van, hey, wat past dan bij mij en hoe werkt dat nou eigenlijk bij mij? Dus daarin past dat ervaringsleren, wat dat survival is, past denk ik ook heel goed. En vaders zitten er toch vaak op van, hoe laat je nou echt los? Hè, hoe kun je hem loslaten, terwijl je wel in contact blijft? Het is toch echt een moedersding, loslaten. Er zit een moeder. Rietke, mannen kunnen toch veel makkelijker loslaten? Nou, het ligt er denk ik aan wat voor gebied. Want ik heb gemerkt toen mijn dochters, ik heb 2 dochters, de oudste en de jongste, verkering kregen, dat voor mijn man heel moeilijk was. En vooral de jongste. Ja. Vond hij heel moeilijk om af te staan. Terwijl ik het heel leuk vond. Hij vond het ook wel leuk. Ja. Maar ik had er heel anders stond ik daarin dan hem. Dus ja. Maar dan is het vader, dochter en vader, zoon. Jij bent ook vader? Ja. Vind je het makkelijk ook, om... Want het is nog niet de tijd dat jij je zoons moet loslaten of kinderen. Nee, hij is nu 8, dus ik hoop zeker een keer langs te komen bij je. Ja, precies. Leuk. TZT. Ja. Ik ga wel zo'n vader-dochterdag van de EO. En dat is dan toch erg mooi om samen iets te doen en ondertussen iets te hebben met elkaar. Dus het concept lijkt me fantastisch. Mm. En ja, loslaten. Je moet een keer, die jongen moet op eigen benen gaan staan. Dan is 12 natuurlijk een leuke leeftijd om hem te beginnen te leren, te voelen van waar heb je mij nodig en waar heb je mij. Dus het lijkt me een geweldig concept. Ja. En je loslaten is voor iedereen moeilijk. Ja, dus dat hebben of nou een zoon of een dochter is, dat het is natuurlijk altijd een moeilijk proces. Precies. En wanneer durf je je eigen opvoeding te zeggen, het is goed geweest, ik heb mijn best gedaan en ik moet geen kopietje maken. Ja, precies. Dat is natuurlijk echt een lastige, ingewikkelde. Waar moet je aan denken? Heel praktisch doen wij het beginnen. De jongens, die vader en zoons, die komen tegen de middaguur, 1 uur, 2 uur komen ze aan op de plek waar we zitten, zeg maar. Dan moeten ze hun tent op gaan bouwen en een kook. We zetten ze in teams bij elkaar en een kooktent, zeg maar. Dat als het gaat regenen, dat ze daar onder hun kook in. Dan laten we ze dat opbouwen en dan roepen we die vaders bij ons als het opwassen. Weet je, ga eens kijken hoeveel procent van het werk heb jij nu gedaan en hoeveel procent heb je zoon gedaan. En dan gaan die mannen, die staan dan een beetje naar elkaar te knikken zo, van die voelen hem al aankomen. Ja, veel vaders, die pakken 80% van dat doewerk pakken ze over. Ja. Ja, dat moet je zo doen. En dus dan geven wij de volgende opdracht, zeggen we gaan nu eten koken. En dat is op brandertjes met open vuur, om het zo te zeggen. Dus dat doen ze gewoon vuur aansteken en van die mestings, van die ijzeren blikjes erop. Eten koken, macaroni is het dan. Zeggen, oké, nu moet je je handen in je zak houden. En laat je zoon het maar eens doen. En als hij een vraag hebt, dan stelt hij die vraag wel. En je gaat er niet tussendoor zitten praten. Dat betekent dat ik dus misschien wel heel erg harde macaroni zit te eten. Aan het eind van die maaltijd. Ja, of de jongens die zijn gefascineerd. De jongens zijn gefascineerd door het vuur. Dus die beginnen met die vuurblokjes aan te steken. En die gaan dan nog eens denken van uien schillen en dergelijke. En dat vuur moet aangehouden worden. Dus op een gegeven moment is het vuur lang weer gedoofd. Als alles klaar is om het water te gaan koken voor de macaroni, bij wijze van spreken. Okay, en dan zeg je als vader, ben je natuurlijk toch gekomen. Wacht even, ik wil wel even lekker eten. Want dan vinden vaders toch vaak belangrijk, merk wij. En dan moet je toch zwijgen? Die moeten dan de handen in de zakken houden. Maar ook, en dat is de andere kant weer. En ook de tong in bedwang, of niet? Precies, ja. Ja. En ga maar eens aan jezelf ervaren, hoeveel mag het kosten? En dan gaat het over de maaltijd. En mag het mij een maaltijd kosten om de jongen te leren van, oké, dit heb ik dus fout aangepakt. Want jongens leren toch vaak met trial and error. Die moeten dat zelf ondervinden.
Ja. En jij kan het uitleggen, maar dan dit slaat het helemaal nergens moet op. Anders. Want ik ga het zelf proberen en uiteindelijk... Ja. Ja. En dat is gewoon vaak wel een eye-opener. Van, hey, het is wel leuk om te zeggen, ja, maar ik laat hem ook wel los, ik laat hem wel gaan. Maar dan wordt het ineens even heel praktisch. Ja. Ja. En de andere kant is van, hey, maar niet helemaal aan de andere kant van het kamp gaan staan. Dan check je hier ook een beetje met je maat, om het zo te zeggen. Want zo van, dan, bekijk het maar. Bekijk het maar, want dat is natuurlijk ook niet loslaten. Loslaten is niet van, huppelijke vrije val en we hopen dat het goed gaat. Ja, loslaten, dat is in de buurt blijven. Is in contact blijven, in relatie blijven. Ja, ja, ja. Maar wel het vertrouwen geven en de mogelijkheden geven om te experimenteren, fouten te maken. En daar een gesprek over hebben. Ja. Nee, hoe de, ja, precies. Dit spreekt meteen tot de verbeelding. De een zal nu bij het zien van dit touw denken... Oh nee, ja. Hoogtevrees en ja, dat soort precies. dingen. Ja, ja, ja. Ja, dit heb je niet voor niks meegemaakt. Nee, nee. Wat doe je daarmee? Ja, het idee is eigenlijk van dit touw... ik ben in het onderwijs ook lang gewerkt en in de hulpverlening. Ja. Jongenshulpverlening of hulpverlening. En toen merkten wij, de jongens die merken, het is te veel praten. Het is te veel verbaal en dan ging het erover. Maar het was eigenlijk net weer anders, Karel. Als je erbij geweest was, snapte je wel dat die leraar... Want dat is zo'n een moeilijke leraar, daar kan niemand mee opschieten. Dus eigenlijk is het logisch dat het fout ging, zeg maar. Dus over praten. Terwijl wij toen zeiden van, weet je, we moeten veel meer in het doen. En in het hier en nu. En als ze een vlot aan het bouwen zijn en ze pakken een touw van elkaar af... dan moeten ze daar maar over gaan hebben van, hey, nou, hoe vind je dat nou? En ik heb nu geen touw. En jij hebt wel een touw. En laat de jongens maar samen in het hier en nu erover praten. Dus toen hebben wij gezegd van, weet je, dat lijkt ons een mooie manier... om de jongens verder te helpen. Zeker jongens die echt vastlopen. En toen hebben we een symbool, eigenlijk wat eigenlijk een beetje uit de bergsport is... dat even een beetje laten zien, ja, bedacht. En dat zijn toproopprogramma's. Top van therapeutische outdoorprogramma's. En die toproop, dat is een term uit de bergsport... Ja? En dat betekent zeg maar je touw, een top rope. Je touw zit aan de bovenkant bij de berg, zit die vast. En aan de ene kant heeft de jongen die ergens tegenaan loopt, die heeft dat touw vast. En hier hebben wij de zekering, om het zo maar te zeggen. Wij zekeren hem, dus het zit aan je gordel. En wij hebben een touw, een mogelijkheid om uit jouw put te komen. Maar we hebben geen hijskraan bij ons, maar we hebben een klimtouw bij ons. Dus jij moet klimmen. Wij kunnen wel zeggen, van, misschien moet je dit met je hand een beetje naar rechts doen, want dan heb je meer grip. Ja. En zo kan jij naar boven. En als je val, geeft niet, want we zekeren je. Maar jij moet wel weer zelf naar die wand toe, beet pakken, klimmen. En zo boven en jezelf als het ware uit de put helpen. En welke hoogte heb je dan over? Nou, het gaat meer om het principe. Maar dit is in de feite wat natuurlijk in de voorgezekerde wanden. Dus dan gaat het over een 12 meter bij wijze van spreken. En daar worden dan zeg maar die touwen neergehangen. En dan kan je klimmen om het zo best te zeggen. Best een serieuze hoogte. Serieuze hoogte. Maar het gaat eigenlijk meer om het symboliek die erachter zit. Van, hey, je kan bij ons komen. Maar wij zijn geen kraanmachinisten die jullie eruit de put hijsen. Jij moet aan de bak en wij kunnen jou helpen. Van, hey, maar dat zou wel betekenen dat je ook moet zeggen, oké, Karel, laat maar doen. En ook vertrouwen dat ik je heb als je val, wij spreken. Er zitten allemaal van die facetten zitten erin die we daarmee als het ware symbolisch overbrengen naar de jongens van, hey, zo, dat hebben wij te bieden als organisatie. Wat zie je gebeuren tijdens zo'n driedaags survival? Vaders met hun zoons. Ja, hele mooie dingen. Hele mooie dingen. Weet je, omdat mensen raken, omdat je in zo'n zo lang eigenlijk samen bent, raak je ook heel erg op elkaar gericht, zeg maar. Normaal zijn we natuurlijk toch al gauw weer, dan worden we weer even door onze telefoon even afgeleid of dat of iets dergelijks. Dus je hebt tijd om echt met elkaar in contact te komen. Dus mobiele telefoon is verboden? Ja, die houden precies alleen voor nood. Je hebt er één in een team, als ze door het bos lopen, heb er eentje voor een nood een telefoon bij, zeg maar. Voor de rest is dat ook uit. En wat je ziet is, ja, we hebben al hele mooie dingen gezien. We hebben aan het eind, laten we ze de vaders vragen van tevoren een cadeau mee te nemen voor hun zoons. Ja. En een speech voor te bereiden. Van, hey, wat zou je zoon nou willen zeggen aan het eind van dat kamp? Nou, er kan natuurlijk allerlei dingen nog bijkomen van het kamp. Maar dan zitten we met z'n allen in een kring en dan gaat de vader een cadeau overhandigen. En zijn speech van wat die zoon voor hem betekent. En weet je, dat is indrukwekkend om bij te zijn. Dan merk ik van, dan ben je zelf ook vaak geraakt. Want mensen zijn zo op elkaar gericht geraakt in zo'n zwaar programma... waarin je zo aan de actie bent samen. Ja, dat is gewoon mooi. En we hebben echt wel momenten ook meegemaakt dat vader toch om vergeving vroeg. Weet je, ik heb een paar dingen echt niet goed gedaan. Daar wil ik vergeving voor vragen en mag ik een nieuwe start van jou? Nou, ik merk nou toch dat het me nog raakt, om het zo maar te zeggen. Als je erbij mag zijn, dat mensen naar zo'n nieuwe start toe gaan, om het zo maar te zeggen. Ja, dat is fantastisch. Ja, bijzonder. En je ziet natuurlijk, weet je, andere vaders die zijn wat afstandelijker en die doen het op hun manier, maar dat is ook goed, dat hoort bij dat. Ja, maar dat kan voor hen ook een enorme stap. Precies. Sommige mensen zijn natuurlijk helemaal niet gewend om met elkaar zo te praten van wat de ander voor hen betekent. Nou, dan is inderdaad zo'n moment om daar te gaan staan, is misschien al een grote stap. En, en denken wij van, hey, en de rest hoort dat. En de rest hoort erbij, zitten met z'n allen onder zo'n afdakje. Dat is wat.
Ja, dat is bijzonder. Dat is echt heel mooi om mee te maken. Moeten vaders en zonen dit zelf heel graag willen? Of als moeder denkt van, nou, dat zou eens goed zijn ja, dat is leuk. Voor onze mannen. Maar ja. Is dat, kunnen ze dan ook gestuurd worden? Want sommige mannen die krijgen 's morgens ook een setje kleding op aangereikt. Ja, precies. Nou, wat wel leuk is, wat je dus zei van, ik denk tot 80% van de moeders stuurt dit aan. Oké. Okay. Die moet je lezen. Zo belangrijk zijn moeders. Ja, precies. Dus nee, wat dat betreft hoeven ze niet tegen elkaar uit te spelen. Ze hebben allebei hun eigen mooie bijdrage daarin. Maar dat is wel grappig om te merken dat vaders, oh ja. Nou goed, en dan worden vaders ook vaak enthousiast of de jongens zeggen van, hey, dit wil ik. Ja. Maar er zijn ook wel vaders die hebben helemaal niks met kamperen, laat staan. Uiteindelijk in een soort schuilhut in de bos slapen met z'n tweeën in overnachting en helemaal op elkaar aangewezen zijn. Ja. Dus die brengen daar in feite ook een soort offer. En die zeggen van, hey, maar voor mijn zoon vind ik het belangrijk. En ik weet ook dat mijn zoon dat hartstikke leuk vindt. Dus ik ga dat doen. Ja, weet je, dat is mooi als je dat ook kan accentueren. Van, hey, wat je vader voor je over heeft. En dat je dat zo op die manier mag ervaren. Zo belangrijk vind je vader je dus. Ja, dat zijn mooie dingen. Dat zijn hele mooie dingen, ja, precies. Als er nou vaders kijken, of moeders, die zeggen van, nou, dit is iets voor onze mannen. Ja. Even naar internet. Waar kunnen ze wat vinden? www.outbackexplorers.nl Outbackexplorers.nl Ja, en vader, zoon. En wat nu, tot nu toe eigenlijk het meeste gedaan is, dat ik het voor kerken of kerkelijke organisaties organiseer, zeg maar. En is het ook het bezinnen bijbelstuk is dan een belangrijk onderdeel erin, zo zeggen. Dus dan wordt het, zeg maar, samen. En dan die organisatie levert, geeft zijn kleur aan die bezinningskant, om het zo maar te zeggen. En ik doe de pedagogische en de hardwerkkant, om het zo maar te zeggen. Ah, prachtig. Ja. Mooi. Ja. Karel, tot slot, wat is jouw gebedspunt voor de kijkers? Nou, ik wil graag in de lijn blijven van waar ik en waar we mee bezig zijn. En dan denk ik van, niet alleen vaders en zoons, maar wel gezinnen die het gewoon zwaar hebben om de relatie vol te houden. Dat is vrij breed, weet je. Er zitten ook mensen die, de vaders, denken van, ja, dat zou ik wel graag willen, maar mijn zoon is zo ver weg. Ja. Of een zoon die denkt van, als ik dit met mijn vader zou kunnen doen, dat zou mooi zijn, maar dat zit er niet in, om wat voor reden dan ook. Ja. En denk van dat de keerzijde is van zo'n verhaal. En ja, dat is, ja, precies. Mooi. Ja. Dankjewel, Karel. Graag gedaan. Alle gebedspunten die worden genoemd in deze uitzending, ik verzamel ze voor u en dan straks tegen 11 zet ik ze op een rij. Het Nederlands Bijbelgenootschap viert feest. Het Nederlands Bijbelgenootschap bestaat 200 jaar. Nu aan de telefoon Anne-Jaap van den Berg. Hij is bibliothecaris bij het NBG. Goedemorgen. Goedemorgen. Als u terugkijkt op die 200 jaar, wat heeft het NBG dan gedaan en betekend voor Nederland? Nou, dat is eigenlijk heel veel. We begonnen natuurlijk al in 1814 met als eerste doel het verspreiden van de Bijbel. En dan niet alleen in Nederland, maar ook in onze toenmalige overzeese gebiedsdelen. En al vrij snel ging het NBG ook over om de Bijbel in die Indische talen te vertalen. En daarvoor werden ook speciaal vertalers opgeleid. En dat leidde er ook weer toe dat we later, en dat was dan in het begin van de 20e eeuw, ook overgingen tot het maken van een vertaling in het Nederlands. In de 19e eeuw is er veel geprobeerd, door velen geprobeerd om een nieuwe Bijbelvertaling te maken. Maar er was eigenlijk kerkelijke verdeeldheid. En het NBG stond eigenlijk boven de kerkelijke verdeeldheid. En zo is het gelukt om in 1951 een Bijbel uit te brengen, de bekende NBG-vertaling 1951, die door vrijwel alle protestanten gelezen werd. En die is in 2004 opgevolgd door de nieuwe Bijbelvertaling, die een nog bredere kring, namelijk ook de Rooms-Katholieken, door de Rooms-Katholieken gelezen wordt. En nu wordt de laatste hand gelegd aan een Bijbel in gewone taal. Eigenlijk een vertaling in de taal die u en ik iedere dag bezigen. En naast het vertalen van de Bijbel heeft het NBG zich ook toegelegd op het bekendmaken van de Bijbel. En dat is op vele wijzen gebeurd, via allerlei activiteiten. In 1964 al een groot jongerenfestival met de gospelzangeres Mahalia Jackson, Palaver. Maar ook recent de Bijbelquizzen die ieder jaar worden uitgezonden. En vanaf 2009 het televisiespectakel wat dan telkens in een andere stad gehouden wordt op Witte Donderdag, The Passion. Ja, dus wat dat betreft is er veel om dankbaar voor te zijn. Jazeker. Aanstaande zaterdag wordt dat gevierd in het Katharijnenconventmuseum in Utrecht. Hoe ziet die viering eruit?
Het Katharijnenconvent in Utrecht is een tentoonstelling gaande. Die is in februari al geopend. Dat is de tentoonstelling Thuis in de Bijbel met prenten en schilderijen waarop Bijbelse afbeeldingen staan in de contemporaine setting. Zodat ze eigenlijk zo, de Bijbel werd zo dicht bij de mensen gebracht. Mm-hmm. En zaterdag vieren we in de buurt van Utrecht in de fabriek ons jubileum met een groot Bijbelfestival. Waar 's ochtends de jeugdbijbel uitgereikt wordt aan prinses Beatrix. En 's middags zijn er tal van activiteiten. Ellie en Rickert komen zingen. Er zijn talkshows, de band Trinity treedt op. Oh, dat wordt een feest. Er wordt een lezing gehouden, ja. Over mooi. 200 jaar NBG. En voor dit jubileumfestival zijn ook nog kaarten verkrijgbaar via de website nbg200.nl. Oké, we moeten het hierbij laten. Hartelijk dank voor dit gesprek en een heel mooi feest aanstaande zaterdag. Dank u zeer. Dag. Dag. Ik sprak met Anne-Jaap van den Berg. We gaan eruit voor de reclame en we zijn er zo weer. Tot zo.